Hans, als je tegen je ego eigenlijk zou minimaliseren, wat versta je dan van de persoonlijkheid? Wie ben je? Is het alleen zijn? Is het wat? Nou, dat dus. Zijn. Wie is Hans dan? Dat geeft alleen maar aan dat je gelooft in wieën. Strikt genomen is er geen Hans. Er is zijn wat zich manifesteert in verschillende body minds, of in een kleed, of een opschrijfboekje, of een mier, of een camera. Dus alleen maar met het oogje, en we hebben helaas maar één oog getraind, van objecten, gaan we dan zeggen dat ongeveer deze plek zo, daar noemen we bewustzijn Hans. Ja, dat is oké, ik heb daar geen last van verder. Maar strikt genomen is de beleving gewoon een soort energetische bewuste ruimte waarin indrukken verschijnen en verdwijnen. En ik heb, dacht ik, mijn best gedaan om die entiteit te vinden. Ik ben hopeloos gefaald. Ik kon niks vinden wat te pakken was, wat een werkelijk definieerbare substantie had of zo, waar ik Hans op kon plakken of iets dagelijks. Voor dagelijks gebruik zeg ik ook gewoon ik en jij, en jij zou toch dit doen en ik zou dat doen. Maar de beleving is gewoon een soort compleetheid die is. Nou, je zou nog kunnen zeggen, voor the sake of argument, dat de essentie is dus gewoon puur bewustzijn. En dat daar een soort zweempje van een sfeer is, waardoor we Hans of, weet ik, hoe noemt dat ding zich? Michiel. En die Michiel-character die doet meestal, niet altijd, maar dit soort dingetjes. En die houdt hier wel van en daar wat minder. Ja, zo kun je dan een soort onderscheid maken, zoals je alle bladeren aan een berkenboom ook zou kunnen onderscheiden. Maar het zijn allemaal blaadjes en het hele systeem noemen we boom. Het bestaat niet los van elkaar. Dus ik, bewustzijn, zou ik maar zeggen, kan zien dat die Hans-character bepaalde prettige, maar vooral allerlei onprettige trekjes heeft. Al tenminste, dat vindt men dan. En ja, die doet zoals die dat doet. Goed, trouwens. Nog zo'n softwareprogramma die op een gegeven moment uit kan vallen, het daar iets van vinden. Dus dat sluit aan bij dat er is niets verkeerd beleving. Vroeger, zou ik maar zeggen, als we even doen alsof tijd is, was er de hele tijd commentaar op hoe die zogenaamde Hans-character dingen deed. Het moest meer zus en minder zo en dit was echt kwalijk en hoe dat was. Het is nou gewoon wat het is en dat de hele tijd in taal mezelf op mijn nek zitten is weg. Waarbij nog steeds gezien kan worden dat een moment van onoplettendheid, dan gaat er een glas om. En strikt genomen is dat minder handig dan wanneer dat daar gewoon staat. Maar dus het is heel moeilijk als je werkelijk bent, om dan nog heel erg, hoe heet dat? Schaamte, schuld, trots, weet je wel, dat soort stuff. Het is een beetje, niet dat het niet mag of zo, maar het is bizar. Alsof ik iets doe. De beleving is, er gebeuren dingen. Ja, die gaan zus of zo. En aangezien het altijd compleetheid is, of het zus of zo gaat, glas op de tafel of op de grond, verandert niets aan die compleetheid. Dus, what's the point? What's the problem?
Ik weet niet meer of dit nou een antwoord was op wat jij vroeg, maar er is zoveel wat ik niet weet. Oké. Tof. Dat is goed. Want het commentaar is, dan is dat er toch gewoon. Ja. En dan... Ik zeg toch ook niet dat je daarna moet strijven. Ik constateer alleen de beleving. Dat is het thema. Schijnbaar ook. Maak dus nergens iets van dat het anders moet dan dat het is. Ja, want al dat strijven naar een andere modus gaat altijd uit van de veronderstelling van een afgescheiden ikje die iets zou kunnen doen. En is dus per definitie de ontkenning van totality dat gewoon is. Wat ook logisch is als we... Heel veel mensen babbelen over en spelen met non-dualiteit de laatste paar jaar. Dat is in of zo. Nou, als we dan toch een van de kromme basisstellingen van de moderne non-dualiteit nemen. Alles is bewustzijn. Wat technisch niet kan, hè? Alles is veelvoud. Bewustzijn is één. Of alles is één. Dat is helemaal een mooie formulering. Goed, maakt niet uit verder. Ik vind dat dan geestig. Als dat doordringt, dan betekent dat ook dat je meest kwalijke gedachte ook bewustzijn is. Je meest egocentrische neiging is ook bewustzijn. Het is of all inclusive, of het is weer zo'n half-half verhaal. En dat is bar irritant, want waar blijf je dan nog met je spiritueel, moralistische, boeddhistisch, christelijk verantwoorde opvattingen? Je staat gelijk met lege handen. Het is zoals het is. Punt. Dat is bar irritant, vooral als je nog denkt dat je iemand bent. Dan heb je een setje normen en waarden nodig. Want anders kun je niet meer zeggen wat goed is en wat niet. En daar draait het mechaniekje op. Iedere situatie, ieder mens, iedere meer, iedere gedachte, iedere emotie, iedere sensatie, iedere ziekte, iedere genezing is consciousness moving. Uitgeluld. Dan zit je dan met je, ik wil streven naar een betere wereld. Bijvoorbeeld. Ja, maar geef me ook een gevoel als een Boeddha. Als je bent, dan hoef je dus ook niet. Ja, dat is dus ook zo, ja. Kun je ook doodgaan, maar ja. Ja, dat kan toch. En het leuke is, dit is waar, maar tegelijkertijd zit hier een leuke twist in. Want je doet weer net alsof je kan kiezen dan. Je bent nu al een spontaneous process dat niet persoonlijk is. Het is niet zo dat als je eenmaal ontwaakt bent, of Boeddha bent, dat betekent ontwaakt zijn, dat je dan ineens andere keuzes zou gaan maken of iets dergelijks. Of dat je dan pas beslissingsbevoegd bent om tevreden te wezen. Of... Nee, er wordt gewoon gezien dat het altijd een spontaan proces is, waar niks over te zeggen valt eigenlijk. Ik dacht, en dat was echt teleurstellend, als ik nou ontwaak, dan hoef ik niet meer te praten met mensen, ik hoef niet meer te werken. Ik zit op een berg gewoon ergens waar natuurlijk altijd de zon schijnt. En wonderlijk manifesteert zich het voedsel wat ik nodig heb en ik hoef alleen nog maar zo... Nee, kinderen, centrum, werken, tot ik er bijna beneden viel, weet je wel. Scheiding, centrum weer weg. Leven.
En toen had ik zoiets van, oh ja, tuurlijk. Dat leven, dat was gewoon altijd al een spontaan gebeuren waar ik geen greep op had, al dacht ik van wel. En ja, nu wordt ervaren dat dat leven dus een spontaan gebeuren is waar ik geen greep op heb. En nu denk ik dat niet meer. Dat is het enige verschil. Ik weet, I'm not in control. En eerst dacht ik van wel, dus was ik altijd mijn best aan het doen en dan weer lui en dan weer neerslachtig en dan weer optimistisch en al dat emotionele gedoe. Conclusies trekken, plannen maken. Voornemens. Na 2 maanden weer vergeten. Dan heb je ook geen angsten meer. Angsten kunnen zich manifesteren. En dan zijn ze weer weg, net als alle ervaringen. Dus ik heb niks voor of tegen angsten. It's just the color. Maar eigenlijk is het toch geen angsten, lijkt mij. Nou, niet voor zover mijn geheugen betrouwbaar is, zoals ik dat vroeger beleefde. Want dan was er meteen ook een hele hoop weerstand en allerlei conclusies en een hele hoop gedenk. Nu wordt er gewoon een soort intense energie ervaren. Ja, en daarna is die weer weg natuurlijk. Kun je dat dan nog benoemen als angst? Of is het... Ach, maar... Angst vind ik een heel onprettig of paniek. Ja. Ik vind het heel eng. Maar dan... Als je dan niemand bent, dan kan het toch ook niet... Dan volgens mij is er nog geen angst meer. Ja, spanning, weet ik veel. Dus een van de verbazingwekkende dingen voor mij is... van ik zie wel eens wat mensen zo, iedere week eigenlijk... En sommigen die zijn inderdaad, dat kan ik dan voelen en zien, heel bang. Waar ik verder geen oordeel over heb, of zeg, niet zeg dat dat niet goed is. Maar er is wel een soort van, dan moet ik die wenkbrauwen wat naar beneden doen. Want het is moeilijk om te volgen. Dat lijf zo onder stress kan staan. En dan hoor ik wat er gedacht wordt over de eventuele problematiek. En dat komt er dan uit. En ik zie dat die mensen, die geloven dat gewoon echt, weet je wel. Dus they're not shitting me. Denk ik. Ja, je weet het niet, hè? Maar dan denk ik echt van, wow, man. Maar ik weet nog wel, nogmaals voor zover mijn geheugen betrouwbaar is, hoe ik vroeger, weet ik veel, toen ik 16 was, als een idioot naar huis fietste, omdat ik letterlijk het idee had dat de demonen op mijn nek zaten. Weet je wel, en dan thuis gekomen, zo die fiets in de schuur, en gewoon panic attack. Dat lijkt me nu... Ook dat weet ik niet, maar ik zou bijna zeggen, ik wou dat dat could be interesting, weet je wel? Van hoe zou dat nu ervaren worden of zo? Ja, maar ik vrees dat dat niet gaat lukken. Nee, je bent toch al uit. Dat weet je niet. Ja, weet je wel, ik bedoel, wakker zijn is hartstikke makkelijk en leuk en kost geen moeite en geen onderhoud. Maar het zegt niks voor over 5 minuten. Dus ik krijg vaak van die hypothetische vragen. Ja, wat nou als je ineens longkanker hebt? Ja, dat weet ik niet, want het, voor zover ik weet heb ik het nog niet. Het zit eraan te komen als ik doorrook, maar... Ik weet niet hoe ik dan reageer, weet je wel. Of als je kind dood neervalt of als... Ja, weet ik veel. Wat ik wel weet is dat ik er geen oordeel over zal hebben wat er voor reactie komt. Dus of Hansje nou daar verdrietig over is of chagrijnig of neutraal of blij... Is wat het is. Who cares? Anders gaan we weer de kant op van een normering verzinnen. Van als je wakker bent mag je niet huilen als je kind dood neervalt. Waar staat dat? Volgens mij, als je wakker bent en er wil verdriet manifesteren, dan is er niemand om dat in de weg te zitten. En als zich neutraliteit wil manifesteren, is er ook niemand om dat af te keuren. Zo ervaar ik het. Maar ervaar je ook grote blijdschap of woede nog? Ja, hoe definieer je groot? Intens gevoel. Ik kan dingen heel leuk vinden en ik kan dingen vervelend vinden, maar ik vind dingen in essentie niet belangrijk. Dus heb ik snel de neiging, maar dat is misschien gewoon een kwestie van arrogantie, om overdreven blijdschap of verdriet een beetje overreageren te vinden. Een beetje buitenproportioneel, wat prima is als je een jaar of 5 bent.
En dan krijg je je nieuwe brandweerauto en... It fills the universe. Ja, dus pas, ik had geluk en kreeg, ja, ik kocht hem zelf, maar het voelt als krijgen een nieuwe synthesizer. Ik zal daar niet over uitweiden, hoewel ik dat liever zou doen dan hierover praten. Maar daar ben ik heel blij van. En dan, daar zit dan iets inderdaad een beetje kinderlijk, puberaals, weet je wel. Maar als dat ding nou weg zou blijken als ik thuis kom, dan zal ik dat jammer vinden. Maar ik ga niet jankend in de hoek zitten of... Ja... Het is uiteindelijk toch maar speelgoed, hè? En ik ben dankbaar dat ik met dingen mag spelen, maar het is niet nodig voor die compleetheid, snap je? En die compleetheid ervaarde ik, die was er natuurlijk, alleen ik was zo blind as bad. Die ervaarde ik niet, dus is alles wat er in je schijnbare leventje gebeurt van gigantisch belang. Of je vriendinnetje lief is tegen je of niet, of inderdaad... Screwing another en dan ben je helemaal romantisch gekwetst en weet ik wat allemaal voor overdreven gedoe. In plaats van blij, want ja, misschien had ze eindelijk een keer lol daarmee en kon ik het niet. Kan toch? Ik bedoel, ja. Alles moet je leren, hè? Mijn moeder in december overleden en er was verdriet, maar ook acceptatie, blijdschap voor haar, want ze was dement en ze was helemaal op. Ja, op het ene moment is je moeder ademt, dan... Ja, het was heel mooi. Ja, sure. Maar strikt genomen geldt dit voor alles. Al denken we de hele tijd dat we alles wel snappen. We don't. Nee, ik snap het niet. Nee, maar dat is ook niet te snappen. Dat is ook nou net het mooie ervan eigenlijk, toch? Van beleving. Ja, maar er ging ook een soort film door mij heen van... Net als mijn hele leven aan het voorbij ging, de jeugd en waar ik mijn moeder de schuld gaf. Of, ja, er was een moment van, alsof we één, ja misschien heb ik dit verzonnen, alsof we één waren, alsof ik dacht. Het was een hele fractie van een seconde was het alsof, het was heel, maar heel even, heel even. Weet je, ik zat me heel maf, heel maf. Ja, zo vindt het bestaan. Het is leuk om dingen te manifesteren. Soms doet het net alsof we heel erg tegenover dingen staan. Soms hebben we de beleving dat het twee kanten van dezelfde movement zijn. Dat is cool. En dan laat het heel even zien dat we veel al leven vanuit die afgescheiden modus. Maar dat altijd binnen totality is. Nou, soms gaat dat andere oog, zeg ik dan maar, even open. Ja, dat is cool. Maar niet per se iets, wat mij betreft, om na te jagen. Dat is gewoon, net als mijn synthesizertje, het is gewoon een cadeautje. Je krijgt even iets te zien of te beleven. Cool. Thank you. Weet je wel. En move on. Ik heb heel vaak het gevoel dat ik me aanstel. Dat doen we allemaal. Wat ik het eigenlijk weet, en ik durf het niet, of ik wil het niet. Een soort weigering, dat weet ik niet. Ik durf niet. Over dat kleine stapje heen, ja. Maar gisteren had ik met iemand in gesprek die zei, ik heb me erbij neergelegd. Waar bij neergelegd? Bij de open haard? Ik had er niet te snappen van. Oh, ja. Daarom begon ik deze middag met te zeggen dat het gaat om beleving en niet om een idee. Dus ik beleef dat er totality of compleetheid of niet-tweeheid is. Maar of ik het nou snap of niet, is eigenlijk gewoon helemaal niet relevant. En als ik de beleving heb, hoef ik niks te snappen. Want het is zelf evident. Maar het lijkt me alsof je bijvoorbeeld, dan ben ik in mijn woning en dan gaat maar dat wordt is continu knetter. En dan ga ik naar buiten en dan zit ik op mijn fiets en dan, niks. Dan zou ik veel fietsen. Ja, maar dat... Het is even ontspanning. Maar toch lijkt het alsof je iets kunt doen, maar ook weer niet. Want jij zegt, net als ik geen keuze heb in dat, nee, ook weer niet. Nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nee, van dat je kunt kiezen van ik accepteer het zoals nee. Het is. Nee, je kunt dus kiezen, al de realiteit is zoals die is. Nee, je kunt niks, er is geen je om te kiezen. Dat is nou net de whole point. Je kunt het dan wegduwen. Nee. Dat is zo mooi. Dat is totaal.
Je constateert gewoon, jij, bewustzijn, constateert dat als die entiteit thuis is, en als ze op de fiets is, minder. Dat is een constatering van hoe het is. That's it. Nou, ik zeg dan, half uit een grap, ik zou dan veel fietsen. Dus alleen maar omdat ik dat vind ik niet leuk. Ik vind radio's ook niet leuk, daarom heb ik ze niet. Ik vind het gewoon niet leuk. Ja, in de auto af en toe even. En na 5 minuten weet ik weer waarom ik geen radio heb. Ik vind het gewoon niet leuk. Ik vind het hier niet leuk en ook die oude hoeren op die radio. Ik vind het niet leuk. Dat zegt niks over andere mensen. Sommigen vinden het geweldig. Top. Ik hoef die herrie niet. Dat is alles. En iemand anders die houdt van herrie. Cool. Ik ben nou hier en nou, dan klets ik een uurtje of drie en de rest van de week dan hoor je me niet. Niet alles geloven wat ik zeg.